Hey, en super leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal Mikey Afval. Ik ben hier nu in de Efteling, zoals jullie kunnen zien, een beetje heel vette magane zoals jullie daar zien. Super leuk. En ja, ik heb er weer super veel zin in hier om een dag hier in de Efteling te zijn. En ja, dat is eerlijk gezegd altijd wel heel erg leuk. Ik ga hier met het Grand Hotel. Om eerlijk te zijn, het schiet al op. Ja, dat wel een zit te zien, het schiet al aardig op. Dus ja, dat is wel altijd heel leuk. We zien verse al zijn met Grand Hotel. Ja, ik ben lekker weer een dag hier in het park. Ja, dat is ook wel altijd heel leuk. Dus dat is wel leuk om zo een dag hier in de Efteling te zijn. Dus ja, maar dat is echt sfeer en beleving. Het is een beetje gezellig zo een dag hier in het park te zijn en lekker te genieten. Vorige zei jullie dat ik een nieuwe groep Kroatische heb, ook weer bij. Dus ik moet hem ook weer gebruiken met de onderrijd. Bij de achtbanen natuurlijk, is dat even leuk. En zomeravonden. Vlogs, mensen, die komen eraan. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan even. Zou ik tof zijn dat ik echt 1000 abonnees haal. Dus dat is ook heel tof. En ik loop nog hier op de promenade. Dus het gaat weer een super leuke vlog worden. Lekker. Zo mensen, ik ben nu bij Rijnrijk aangekomen. Laatst waren we bij de Pieter Podium, wat ze met de zomeravond gaan gebruiken, hadden ze een om voor die bouwwerken erom te mee zijn. Nou zijn ze allemaal weg. Dus daar, we kunnen daar echt een beetje zien. Zo leuk, en ik loop naar bij de Rijnrijk. Ik ga even wat attracties doen in de Rijnrijk, dus met achtbanen, dat is altijd leuk. Dus ik zou zeggen, lekker.
was super leuke ritjes in de bergen met die arbeiders. Dat was super geweldig. Maar waar ga ik nou zijn? Ik kom hier eens even aan bij het Antropiekplein hier. Dus daar ga ik hier even een rondje. Even een rondje overheen lopen. Ja, dat is ook wel lachen. Dus Kijk, dat hier een zweefmolen is. Dat is als de vlindermolen. Grappig. Weet je, ik geef misschien even een klein offerhuisje maken bij de vlindermolen. Dat is ook even grappig. Daar gaat het niet in, maar met een klein offerhuisje, dat kan ook wel. Grappig. Zit die zweefmolen hier? De grote zweefmolen daar achter die kleine. Maar daar ga ik nou niet in. Maar misschien ooit dat ik nog een keer doe. En dat is wel lekker. Maar we gaan nu zo'n rondje over het. Ver door het lavelaar, dat is ook niet grappig. Dus kijk wat hier met al die leuke luifjes. Er is nog steeds een onderuit. Gaan we eens even luifjes kijken. Dus ik dat helemaal grappig. Om hier zo'n rondje erheen te lopen. Wauw. Zo'n grappig klein rondje lavelaar. En even hier langs. Ik ga nog een keertje in de slagjes, zou ik ook nog een keer gaan doen, maar ik weet even zo interieur. Ik ga me even kijken wanneer, misschien vandaag een andere vlog. Maar we zien wel naast. Ik vind het wel altijd grappig zo met die slagjes. En gaan eens kijken, even kijken, een rondje door het Efteling Museum. Dat is ook wel lachen. En dan gaan we ook even een klein rondje erin, ja, aangezien ik toch hier bezig ben. Dus, let's go! Dat is wel grappig. En, kijk, hier heb je natuurlijk dat winkeltje, spiegeltje, spiegeltje. Dus ja, ze ziet er eigenlijk wel grappig uit. Dat is weer zo'n lachje. Ik ben eens even bij het Efteling Museum te kijken, is wel erg grappig. Kijk hier buiten, bij een ander piekplein, hebben ze daar zo even in de plantjes ook weer neergezet. Dat is ook weer geinig. We gaan nu het Efteling Museum via deze kant naar binnen. Dat is ongeveer drie ingangen, vier. De Efteling Museum. Dus. Op Pietenbaan, hier die oude tuffer. We gaan eens even hier kijken bij het Efteling Museum. Het is wel eens even grappig om hier gewoon ook een rondje erheen te lopen. Met dat touchscreenbord is wel grappig. We hebben allemaal die dingen van vroeger nog. Maar mensen, we gaan weer even rondje Antropiek. Ja, dus is het nu weer een dag in die wel grappig. Dat is een Antropiekje de gedeelte. Maar mensen, we gaan weer Efteling Museum. Dat is ook weer grappig. Dat is lekker. Hier, Kees van Mijkje Eftel. We gaan nu het Spruggesbos door. Ja, ja, daarna is het lavelaar en Antropiek. Het Efteling Museum, moet ik even zeggen. Dus ja, wel leuk. En dan gaan we weer eens een rondje doorheen lopen.
Dus ja, zelf ook eerlijk gezegd best wel grappig. Dus ja, blijf leuk. Dus daar zit er sowieso een grappig uit. Zo, ja. Ja hoor. Stel. Zo door een roosje. Eerlijk gezegd sowieso wel leuk dat ik gezellig in het park ben. Ik zal heel wel lachen. Het is gevonden, hè? Eens even kijken met de kabouter erop. Helemaal goed, ja. Totaal 10. We gaan eens even hier erin kijken. Het was dus wel grappig zo. Doe eens even rijden. Het is niet grappig als ik er even dichtbij zet. Dus dat ik het water had. We gaan nu even kijken bij dat kabouterhuisje, waar die bij hoort. Nu even, ik doe een vriendelijke buitenreisje. Je zit nog eens even kijken. Ja, wij gaan al. Ja, dat mag wel. Ja. En het park is natuurlijk open tot 6 uur, of 8 uur bedoel ik. En even kijken, ja, tot 8 uur. Dus daar moet ik even kijken op mijn telefoon. Ja, op die Efteling app staat natuurlijk dat u laat, ja, ook dat u laat die open is. En ik wou hoe druk het is in het park. Dus vandaag tot 8 uur. Dus ja, dat is eerlijk gezegd best wel leuk. Dus ja, ik vind het sowieso wel leuk, maar als ik even een rondje door de sprookjesbos doe, dat is grappig hoor. Oh, kijk, broodje.
En hier hebben we natuurlijk belangrijk. Even kijken bij een keer doorlopen helemaal door naar weet niet direct liggen geraakt. Dat is ook grappig. Dus blijft leuk. Ja, Efteling blijft ook eerlijk gezegd het leukste park wat er is en we kennen. Dus ja. En en ook het sprookjebos natuurlijk, dat is ook blijkbaar wel geinig. En dat vind ik zelf eigenlijk om de avond zoveel mogelijk thuis te doen in mijn vlogs. Nou ja, met de vlogs van de zomer hebben de mensen, ik bedoel jullie echt, die komen eraan. En die video's, dus wil altijd op de hoogte blijven van mijn video's. Kunnen abonneren op mijn kanaal. En het belletje indrukken, dan meld ik zo rijk weer een nieuwe video op staat. Dus ja, dat zou ik toch zijn. Eigenlijk zie ik het thuis nog beneden zo, maar dat is helemaal vet. En naar achter zullen we heel even in gaan zoomen. Hier een puntje. Ruk wel geinig. En dus we gaan hier even bij het Rijk liggen, Rijk eens even kijken. We zullen even kijken hoe het is met het Rijk liggen, Rijk. Zo, en nu even kijken, ik ga mijn camera draaien, zullen het Rijk liggen, Rijk mensen. Dus lala. Om het Rijk lichtgerecht te zien. Dus ja, blijft leuk. Dus nu eens even verder kijken. Lekker. Zo mensen, ik sta nu op het Ruiterplein bij deze trekje en de herberg de Eesterling. Hier heb ik klippel uit de zak. Goede reis. Zo, zo lachen. Schreeuw bij deze vijf mensen. Nina, pak toe. Nina, pak toe. Kijk, we lopen lekker het Ruiterplein op. Ja, trouwens, we gaan nu even bij die Ruiter zelf kijken. En waarschijnlijk ook heel even bij de Kerkenkoningszaal aan zelf. Zo grappig. Ja, ze hebben die ruiten. Ik loop nu verder Sprookjesboom door. En we gaan even kijken bij waarschijnlijk bij Kniezootje weer Sprookjesboom. Dus ja, dat is wel leuk hoor. Ja, dat was wel grappig.
Het is heerlijk lekker weer. Leuk dat het lekker droog is qua weer, zeg maar. Het is in ieder geval een stuk beter dan de regen. Kijk, de roos is weer rappen. Hatsflats. Even kijken bij er is een klein duimpje. Kunnen ze wel eens langs. Maar ja, het is weer aan mijn leven, hè, mensen. Ja. Even zien, mensen. Reus en klein duimpje. Klein duimpje. Zelfs leuk om te zien, er is een klein duimpje. Zelfs wel even geinig. En even lekker verder sprookjes was daar. En rustig lekker sterken. Jullie zullen daar hebben een repelsteeltje, mensen. Ik repelsteeltje geef. Ik repelsteeltje kijk, sommige stukjes spoedjes zijn wat druk en dit stuk is gewoon, zoals je kunt zien, even rustig. Ze kunnen even gewoon goed doorlopen. Dat volgende sprookje, of ja, naar kniezoortje, die babbelboom, zeg maar. Ja, dat is wel grappig. Dus meestal met die stokjes, zoveel stokjes. Dat ga ik. Ach god, de korke niet zo rap erin, dus we gaan eens even gaan kijken bij hem. Ja, paddenstoelke. Ja, en hij is weer aan het. Hij is weer aan het struiken. Kniezer, oh my god. Kniezer is een keer met zijn kruisgekken. Ik ben nieuw hier. Hey, grapje, als ik kom hier elke week. Ik mij zien dan elke week een grappenmaker. Jongen, jongen. Wat grapjes. Even kijken bij de nieuwe kleren van de keizer. Maar hij heeft niets aan. Hij heeft helemaal niets aan, riep plots een kleine gang. Het was even stil. Maar toen lachte iedereen de keizer uit. Met schaamrood op zijn wangen
maar met een zo waardig mogelijke tred, besefte de keizer dat hij lelijk uit zijn hemd was gezet. Dat is wel even grappig, zo de nieuwe kleren van de keizer. Dat is de, ja, leuk. En we gaan eens even kijken bij de spreukjesboom. Dus dan kijk jij op de kost, wel waar hij op de Of toch liever eentje met assen. Eens even kijken. Ik weet een verhaal met boel. Of vind je draad leuker? Welke wil je? Doe maar door een ruisje. Jij bent een vrolijke struik. Nou, en bedankt. Ik zal jou eens wat vrolijks vertellen. Is gaan wonen toen de kabouters niet thuis waren. Maar iedereen heeft toch zijn eigen huis? Klopt! Ik woon in de sprookjesboom. Het had zo hard gestormd in het sprookjesbos, dat het dak van het huis van Wolf was weggewaaid. En hij was natuurlijk te lui om dat weer te maken. De kabouters schrokken zeker toen ze terugkwamen. Natuurlijk. Maar dat kon Wolf niet schelen. Opgestaan, plaats vergaan. En probeer die gemeentering er maar eens uit te krijgen. Kabouter Kool had een idee. Als ze Wolf nou eens lekkere dingen gingen brengen. Chocoladetaarten, pannenkoeken met frambozenstropen. Oh ja, ga die schuiven toch nog eens verbinden. Wolf begreep niet waarom de kabouters zo aardig tegen hem waren. Maar gulzig had hij al dat lekkers op. Die kabouters hebben een rondje gedikt. De dag erna brachten ze weer zoveel eten. En de dag daarna. En Wolf at en at. En zijn buik werd steeds dikker. Ballen, ballen, ballen. Toen Wolf Roodkapje voorbij zag huppelen, wilde hij naar buiten. Maar dat ging niet. Hoe Wolf opduwde, hij paste niet meer door de deur. Eigen schuld, dikke buik. Wolf. Hooglerares, vitoborist en dokter Anders Magister in de ongeluksbestrijding. Mijn man, Otto Charlatan. Ja. En onze orgel, Esmeralda! Ja. En met volle trots mag ik u ook nog vermelden dat dit gehele gebied waarin u zich nu bevindt, dat dat grondig is doorzocht en verkend door mijn vrouw en mijzelf. Wij hebben een vergeten kerkhof gevonden en een overwoekerde kruidentuin. Een koetshuis en een half ingestorte kruisgang.
het mausoleum van mijn wetgevende Jozef Charlatan. De verdwenen orkestleden. De graven. De graven van de verdwenen orkestleden. En natuurlijk niet te vergeten, taverne in den Zwarte Kat, ja, waar wij onze kruidenierswinkel gevestigd hebben. Dag en nacht zijn wij in de weer om dit gehele gebied voor jullie open te kunnen stellen dit komende najaar. Maar er zal alles moet veilig zijn, zodat u het gebied zonder enig risico kunt betreden. Dus, Otto, aan de slag! Dit boek is nog geschreven door de bedovergrootvader van de Virginie, Jozef Sintimita. Jozef Charlatan. Hij was dirigent van een internationaal muziekkantoor. Esmeralda, nu even niet. Internationaal muziekconcours. 12 vrolijke melodieën. En ik ga er zo meteen instappen. En dan als het terugkomt, dan gaan we haar verrassen. Esmeralda, rustig. Nou, we moeten nu even wachten tot dat feestje niet terugklopt. En dat kan even duren. Dit kan lang duren. Pieter Pedder. Feestje nu! We gaan er even roepen. We gaan nu roepen. Ja, kan dat wel. Ja, ja. Je hoeft er niet per se naar voren te komen, maar... Ik zeg 1, 2, 3 en dan gaan we met z'n allen onder aanvoering van Batman... Gaan we Virginie in zicht met z'n 1, 2, 3. Virginie! Ja? 1, 2, 3. Virginie! Oh nee. Ga het nog een keer doen. Heel hard. Ja. 1, 2, 3. Virginie! Ja. Een ezelplantje van me. Ja. Beetje geduld, je weet hoe ver het is. Nou, kijk eens.
saai voor je keel. Dankjewel. Maar wat doe je? Als jij nou even hier gaat staan. Nee. Ik wil graag afstand van de mensen. Ja, dat is goed. Dat snap ik wel, ja. Lieve. Ik ben zenuwachtig. Otto, wat wil je nou? Lieve Virginie. Ja. Je bent de laatste tijd zo gespannen. Zo wat? Hard aan het werk. Juist. Ja. En nu wil ik je een beetje verrassen. Dat wil ik het mooi. Blijf staan. Kom. Otto. Dit is een van de arrangementen van mijn bedovergrootvader, Jozef Charlatan. Ach, Otto. Sorry hoor. Ja? Ja, dansen heel graag. Mag het pak van uw vrouw? Nou, ik leid wel. Zo, kom maar even hier. Otto, wat is dit? Muziek! Wat voor muziek? Verrassing voor jou! Otto, luister dan, herken je het niet! Otto, stop! Oh, dit is niet goed! Dit is helemaal niet goed! Esmeralda! Otto? Ja. Heeft ze jou dan niet gewaarschuwd? Drie keer. We moeten dit terugdraaien. We moeten het terugdraaien. Maar hoe? Wat ben jij aan het doen? Terugdraaien! Nee, niet doen! Nee! Baas, wees gewaarschuwd. Dit is levensgevaarlijk! Kijk, wat dan die man thuis! Oh nee. Otto? Ja? Waar heb jij deze muziek gevonden? In het koetshuis. Ik heb 12 vrolijke melodieën. Otto? Dans. Dit boek is vervloekt. Maar wacht eens even. Dan moet dit het laatste muziekstuk zijn wat Jozef en zijn orkest gespeeld hebben voordat ze verdwenen. Kom, ik ga het bezweren. Om ons, om u, te behoeden voor het kwaad. Il rigor innominabilis. Malum rigor demon. Te God eer des mortis. Dit boek mag nooit meer worden afgespeeld. Dat zegt nooit. Nooit! Waarde gasten, laat mij u waarschuwen. U treft ons hier in Duitsland. Ja, oké, zo'n beetje. Dat was hier even de. Charlatan show. We hebben ook iets puntjes gedaan. Ik heb eerder kunnen zien, een stukje charlatan show gedaan. Of ver gekeken, zeg maar. Zeg. Grappig om te zien natuurlijk. Ik vooral dat Otto aan het draaien was echt super grappig. En super leuk ook. En als je kijkt is Bron 1898. Super leuk. Nou, ik ben nu onderweg richting Rijsrijk. Vijf minuten ben ik hier bij Baron. Even kijken welke ik wil doen. Sofieter nog veel is een vraag of er een ander nog veel. Ik ga even kijken. We gaan jullie zo meteen uit naar het zien in mijn vlog. Ik ga ook in. Ja, bijna lekker rondrijden.
dat ik ook onderuit in het filmen, dus dat is ook wel leuk. Dus, lekker. Ja, van nu even via de zin ga je in Cebulica, zo we gaan er nou lekker in. Dus daar kijk lekker mee mensen, ik zeg lekker. Oh,
zoek. Ik zal mijn kerf al. Ik kan. Net, mensen moeilijk houden ze zelden terug. Dat is grappig. En ja, is wel even zo lang even leuk. Niet zo moeilijk. Nu denk ik even langer even richting zo'n treintje te gaan. Dat is wel even leuk. Zo'n trein. Ja, sfeer en beleving mensen. Vullen nu even zo'n raad. Moet er nog even van genieten. Maar er is een sprake van dat ze maar lekkers willen gaan maken, maar... Je kunt kiezen of maar ja, oma staat. Maar zolang het niet op dat het echt stoomtrein is, moeten we er natuurlijk nog van genieten. Dus ja, daar gaan we nu even lekker naartoe. Dus ik zeg, lekker.
Ik heb al net een stuntrein gehad, dat was wel even leuk. Martin. En ik ga nu kunnen van een festival in, dus dat is wel leuk. Dus gaan we nog even kunnen van vieren. Dus dat is wel leuk. Lekker.
ervaring is gedaan. De thuisje, de gondelen vast en in afgekend. Oké, opgelet. En 1, 2, 3, 4. Dat was wel even een ritje carnaval festival. Het was wel leuk, ja. Ik had toch niet laten om te gaan verkleinen, want je door het lavelaar te lopen. Alleen het nadeel is, dat we daar hierboven, het begint toch wat donker te worden aan qua lucht. Dus de vrees dat er zo... Ja, trouwens, ik voel hier en daar toch wel wat rippels in, mensen. Dus, gaat er regenen. Maar ik ga even... Hier een klein rondje dat lava laat doen. Ik ga jullie eens laten zien, ik weet niet of ik het eerder heb laten zien in de vlog. Maar hier ook bij het lavelaar. Ja, misschien de pretparkfans die nou deze video op dit moment zitten te kijken. Kijk, hier heb je gewoon een ingang. Maar hier ook, als je een beetje naar links gaat, zit er ook een ingang. En dan ga je hier naar binnen. En dan loopt er zo. Een of ander lavahuisje in. Dat is best wel grappig. En ik dacht, ja, ik vind dat ook maar eens een keertje. Want dat leek me toch best wel even grappig. Dit is een keer wat hier naar beneden. En dan heb je hier superleuk uitzicht op het lavelaar. Grappig toch? Ja, dat wil ik jullie eens even laten zien. Dat is wel grappig. Dus ja, het is toch wel heel erg leuk. Ik heb een paar weken een goed zaak gedaan. En dan heb je hier zo'n waterput. Dat is ook een geinig. Ja, ik was volgens mij ooit al eerder laten zien, ik had er al water uit. Moet je echt een paar keer trekken. En normaal gesproken zou je zeggen dat hier, als je aan dat ding trekt, dat hier water uit komt. Maar volgens mij heeft dat ding er weinig zin in. Ik zal een paar keer aan dat ding te handen staan. Hij heeft er geen zin in vandaag, volgens mij. Water niet betaald. Hij heeft er geen zin in, mensen, maar ja, boeien. Ik dacht, ja, had wel even leuk geweest voor de video, weet je wel. Weet je wat ook helemaal leuk is voor de video? Mijn GoPro Hero 11 Black. Ja, de GoPro zelf, zeg maar, zo'n actiecam. Die kan tegen water. Had ik hem hieronder gelegd. Zeg het water zo op die GoPro. Ja, dat is wel lachen. Die GoPro kan ook tegen water. Dat is wat ik voor van zijn GoPro. Dus mensen, dat is echt toch echt weer om mijn leven hier. Maar misschien een keertje en een andere vlog. Maar mensen, dat is wel leuk. Dat is wel even grappig. Het rijtje bij de lavelaar voor de slag is begint ook weer volgens mij korter te worden. Straks ik ook nog een keer tussendoor een keer langs helpen, want er stond wel een iets langer rijtje, maar nu lekker toch wel mee te vallen. Hè? Ja, iets korter te worden, misschien dat hier een regenbuitje aan zit te komen. Weet je wat ook is, mensen? Hier in de Efteling, wat ik ooit wel eens eerder heb verteld, als het gaat regenen hier in het park, dan is de kans groot dat het weer wat rustiger gaat worden hier in de Efteling. En dat is ook gunstiger qua wachtrij, dat het dan rustiger in één keer is. De meeste mensen een keer prima gaan naar huis. En, ja, dan gaan de mensen weer een keer terug. Ik kom wel weer een keer terug als het weer wel lekkerder weer is. Maar ja, dat was het. Maar in ieder geval, ja, maar in ieder geval niet voor de vlog in ieder geval. Maar
Wij gaan er even andere leuke trekjes doen, dus blijf lekker kijken. Eerst voor mij even, ja, dus ik zit een beetje snel, lekker rustig. En ik sta nu hier bij Scirocco en ik zou een van die dingen kijken oplopen. En wat ik ooit wel eens heb laten zien, als je op een van die staat, die heb je daar even zitten, dan komen er van die bubbels omhoog, zeg maar. Eén, twee. Deze was waar ik nou sta. Ik sta nog bij Scirocco. En ik sta bij een van die tonnen, en als bij die twee ook erop gaan staan, komen er van die bubbels af. Grappig. Dat is van, het is toch rustig bij Scirocco. Ja, waarom doe ik dit even te doen? Ik ben zo gek omdat ik met dit met een camcord film ook. Als ik uit water geval, ja, dan is deze nog. Ja, eigenlijk kan ik beter even mijn GoPro moeten doen. Ja, boeien. Dus althans heb ik weer. Kijk, deze overstap van hier naar daar. Zit in zijn. Nou, kijk, ik kan zo de ton heen lopen. Maar als je daar gaan staan, dan ben ik nat. Ja, nat. Natte voeten. Ja, het is typisch van mijn GF weer, hè. Alleen, als je daar hebt gestaan, die, dan gaat de letter valt de letterlijke lel. En ik kan het ook, het is niet heel erg diep, maar ja. Maar als je daar vanaf gelet, dan lig je, ja, hier ook eigenlijk, dan lig je echt in het nul. Dus ja, ik dacht, ja, ik wil even een rondje over Scirocco, bij Scirocco lopen, zo even. Grappig. Dus ja. Via Scirocco archipel eigenlijk bedoel ik, sorry, denk ik. Scirocco zit al letterlijk daar neffen. Dus ja. Dus de, ja, dat is. Lekker. Ja. Ik ga weer eens naar lopen. Ja, mensen. Ik zie het, de natte voeten. Ik sta letterlijk mijn voeten in het nel. Kijk, wat hebben we deze? En dan ben je nog eens langs. Maar ja, dit is typisch Mikey Heffel weer, hè, mensen. Ja, die heet het weer, hè. Dus ja, mensen, als ze leuk vinden, geef dan als je een stempje zo mogen naar beneden gaan leggen. En dan even daarop staan. Dit dan. Zo grappig. Ja! Sfeer aan mijn leven, of niet? Zo. En ik heb net de peuter. Kijk voor mij, Kevin. Ik ga nu even lekker de pagode. Ik kijk nog terug de bijt. En stond er amper iemand in de rij. Ja, niet heel veel mensen, maar. Ja, dat is wel leuk. Ik wil nog even hierin te zitten en even lekker te genieten van het uitzicht natuurlijk, dus ja, even. Ja, we gaan hem ook goed pagode. Tempo, helemaal. Nee, de tempo zijn kan het. Ja hoor. Waf, waf, waf. Geintje, dus ja. Het is toch genieten van deze zo. Ik ben er niet. 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 Ik ben er niet.
Wat een uitzicht, hè, mensen. Zoals er eentje peruut is, lekker. Baron 1898. Dat mensen, pas even. Frans ziet in Baron 1898. Mensen,
Ik kan er altijd weer mensen tegen. Ik zie je bij de YouTube. Ik zie jou weer. Hartstikke leuk. Als je dit terugkijkt, dikke shout-out. Kijk eens even, ik abonneer. Je mag gelijk op de tv-zij stappen. Goed, ik zit erbij gehoord. Dus, ja, mensen. Ga de goede kant op mijn YouTube. Dus, belangrijk. Vind ik leuk. Meer abonnees is leuker. Dus, sfeer en beleving. Dus, houd de achtbaan. Heb je nou over? Joris de Draak? Daar ga ik zo meteen denk ik er een keer in, maar uit de achtbaan ga ik zo meteen in en wel lachen. Maar waar ik eerst naartoe ga, is de oude Tuffer. Denk ik, moet ik even kijken, waarschijnlijk wel. Dus daar ben ik onderweg naartoe. Kijk dan, vlieg een Hollander. Oh joh. Wat chill. Ik zit te denken om even naar de Tuffer te lopen. Althans, ja, dat wil ik eigenlijk al eerder doen. Maar ja, ik dacht, ja, ik ga toch maar even een ritje begonnen. Oh joh, daar komt hij weer. Lekker. Dat is een hele middenweg sfeer en beleving. Oh my god, dat is een hele oude Tuffer. Ja. Volg het lekker mee, mensen. Waarom ook niet, hè? De gezellige, lekker en oude Tuffer, mensen. Oelalala, al je flappies daarin. Alle flappies. Maar hoor je dit deed je bij zo'n uitscooter, van die uitscooters bij de Tilburg, bij zo'n kermis, weet je wel. Als ze gaan beginnen hoor je, en als ze klaar zijn hoor je. Handig hè? Dat is een grap. Sfeer en beleving in dat, sfeer en beleving hier in de oude Tuffer, bij de Efteling. Mensen, welkom in de kermis, dat draagt jullie de oude Tuffer. Dus dat is nog meer van die kippenkeus. Die gaan we helemaal gek toe tegen die kippen. Helemaal. Kijk, dat is helemaal. Even een ritje in de Tuffer. Ja, we gaan het doen. We gaan even de achtbaan hier doen. Goed ja, dat is ook super leuk. Dus de gewone rij is van Joris een kwartier en de single rij 10 minuten. Maar ik verwacht dat hij even kijken. Ja, zo ongeveer 10 minuutjes. Mensen, ik ga even al die achtbaan doen, dus kijk lekker mee. Lekker.
Ja, kijk eens, mijn geefschap. Dit was net weer een ritje in de Python, Jozendijk en Vliegen Hollander. En ook de andere teksten die jullie al wel hebben kunnen zien in de vlog. Het was natuurlijk super leuk. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van deze super leuke vlog. Geef dus weer zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En wat een leuk dagje was dit. Ja, we hebben heel even regen gehad, maar dat maakt ook weer niet uit. Dat is weer een klein buikje waar we hebben gehad. Voor de rest, ik heb hier genoten. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Vergeet zeker niet blauw duimpje omhoog te doen. Maar vooral, vergeet niet te abonneren. Hè. Maar het zou echt tof zijn als ik dat duimpje en abonnee zou halen. Dus zeggen, allemaal massaal abonneren op Mike Evan. Ik zou zeggen, tot de volgende video weer, mensen. En dat is weer een zeer een beleving. Dus abonneer op mijn kanaal. Zeggen lekker.